Welkom bij aflevering 287 van de Vierkante Paal. We lieten de kaas van ons brood eten in Sint-Gillis, zien de Europese tickets als zoete broodjes over de toonbank gaan en de kalender brengt heel wat hartige hapjes in het verschiet. En wat voor lekkers brengt Deadline Day nog? Ik, Thomas Lembroek, bespreek dit met... Bob de Jong. En Patrice Verstralen. Welkom. Alright. Normaal zeg ik mannen, maar dat is dus niet. Dame en heer, welgekomen. Bob, ik kan nu beginnen. Jij hebt de match tegen Union in Union gezien, hè? Klopt. Klopt. Ik was in het Jozef Marien Stadion, samen met de heer Dylan van der Rooij. Dat heb ik vernomen, ja. Toen ik met een Dylan onze vorige match tegen Athene zag op café. Fijne beleving, Bob? Ja. Sowieso, matchje voetbal zien is altijd schoon. Schoon weer is altijd plezant. In goed gezelschap is tof. En Antwerpen is het beste wat er kan zijn in een schoon stadion. Dus dat viel allemaal mee. Er zijn een aantal dingen waar ik minder content over was, maar daar zullen we het zelfs aan wel over hebben. Ja, okay. Dus. Patrice, jij hebt het niet gehaald, denk ik, naar Union. Nee, maar ik heb deze namiddag de match gekeken. Okay. En daarnet nog even teruggekeken, want om zeker te weten dat ik nog alles goed kon weten. maar ja, het is altijd toffer in het stadion, maar soms lukt het gewoon niet van mee te gaan. Dat snap ik. Ik ben zelf een away day ontwijker. Niet omdat ik het graag zo heb, maar dat komt mij persoonlijk zelden goed uit met twee jonge kinderen. Dus, Bob, jij krijgt dat wel verkocht thuis. Ik heb moeilijk. Ja, heel soms. Bij ons is het één van de twee en ik heb altijd het kortste strootje. Ja, uw vriend is natuurlijk ook fervent Antwerp van Patrice. Die hard, niet normaal. Maar voilà, Dennis, home and away, hè? Ja, elke wedstrijd, ja. Ja, dan moeten er keuzes gemaakt worden. Alright. Over tripjes gesproken. Patrice, ben jij van plan om een Europees tripje te maken? Alle drie. Barcelona geboekt, Porto geboekt, Hamburg zo goed als geboekt. Alright. Ja. Top. We gaan ze alle drie doen. Dus gewoon kinderen even op straat achterlaten? Nee, ik heb een zeer lieve mama die voor mij die paar dagen telkens opvangt. Amai. Fantastisch. Dus wij kunnen ze alle drie doen. Oké. Okay. De Bob ontploft nu ongeveer van jaloezie. Ja, Bob, want jij hebt in de WhatsApp-groep al laten weten dat het niet... Barcelona sowieso niet. Porto ga ik nog wel moeten schuiven en masseren links en rechts op het werk en thuis. Mm-hmm. En Hamburg denk ik wel dat gaat lukken. Ay, Shakhtar. Ja. Maar nee. Ik had heel graag Barcelona gedaan, gewoon omdat je... Het is dat wel niet Camp Nou, maar het is wel Barcelona. Mm-hmm. Dat is inderdaad wel waar. Het is Barcelona. Ja, dikwijls gaan we dat nog meemaken. Ik hoop dat we binnen in de volgende 10 jaar nog eens 4 keer Champions League kunnen spelen. Maar dan moet je net de geluk hebben dat je tegen Barça geloot wordt. En... Ja, maar ja, ik krijg het gewoon niet geregeld op het werk. En ik heb helaas niet de mogelijkheid op het werk om te zeggen... Ik hang vast in een schakel van heel veel. Mm-hmm. Als ik niet kan, dan schuift dat op. En dan met cameraploegen en monteurs die geboekt zijn en draaidagen die vastliggen... En, dus het lukt gewoon niet. En, ja, dus home office is geen optie bij jou. Ja, heel moeilijk, ja. Op afstand gaan werken. Ja, heel moeilijk, ja. Dus het was echt het was stoem. Maar kijk. Sorry, Bob. Ik zal een keer buiven. Dat is heel goed. En jij, Thomas? Ga jij? Ik zou graag, maar zoals ik al zei, jonge kinderen. En ik moet het hier allemaal nog bespreken. Ja. Mijn vrouw weet dat ik graag minstens één zou doen. Ik ben ook een enorme gierigaard. Dus zoals naar Athene, mensen die zo'n 1.000 euro uitgeven. Ja, maar dan is Porto weer optie. Hè? De vliegtuigtickets staan ondertussen denk tussen de 400 en de 600 euro. Heen en dus, terug dan toch? Ja. Ja, dus ik moet ook echt... maar... ik moet ergens gaan toegeven, ofwel in mijn gierigheid, ofwel in tijd, ofwel in geld. Maar wat ik wel van plan ben, Thomas, is... En nu gaan heel veel mensen mij knettergek verklaren, maar om na Hamburg naar huis te rijden. Na de match. Ah ja, meteen na de match. Ja. En als je dan bijvoorbeeld met 2 of met 3 of met 4 bent en je kunt allemaal 150 kilometer rijden, ondertussen kun je ogen even dicht doen, je gaat een dag nadien nog het gevoel hebben alsof er een camion over je heen gereden heeft, maar je bent wel thuis en je kunt min of meer een dag aanvangen, waardoor dat je geen een dag verlof moet pakken. Ja. Dus dat is zo'n beetje wat nu in mijn kop steekt. Zot even,
even een away van 650 kilometer, Hamburg, zo een ja, blote kop. Ja, dat is wel eentje rijden. Ja, maar als ik dan toch een Europese away doe, dan zou ik toch gauw ook al een pint gaan pakken achteraf, ze bof. Maar je moest zo'n sixpack meepakken in een auto en als eerste rijden. En zo. Daarna, als de rest aan het rijden is, moet je die... Ja, even langs de reperbaan rijden, hoe weet dat? Mm-hmm. Dan, ja, ja, okay. Ja, ja die komt wel vaak terug voor, hè, in de plannen van Hamburg. Ja, ja, ik hoor er goede dingen over. Dus, Ja, ik heb de reviews ook al gelezen. Ik ben benieuwd. Maar ja, dus ik moet nog een paar moeilijke beslissingen maken. Ik ben ook een kleine zelfstandige, hè, dus elke dag of uur dat ik congé pak, ja, daar fop ik alleen mijn eigen mee, want dan moet ik toch op een manier gaan terugverdienen of terugwerken. Dus. Bon, Union, laat ons daar eens over hebben. Wij hebben daar tegen gespeeld, wij hebben daar zelfs tegen gelijk gespeeld. Patrice, de opstelling, lab, nu heb ik ze niet voor mij, maar uit het blote hoofd. Buté, geen verrassing. Bataille, Richie. Koulibaly. Vines. Ik ben van rechts begonnen. Ja. Ja. Dan Keita Vermeer, Ekkelenkamp, Balikwisha, Moeia, Janssen. Patrice, verrassend voor jou? Het is misschien vooral die verdediging die... Ja, maar de verdediging kon niet anders. Hè. Toby die ligt in de lappenmaand. En... Zeno Richie had een optie geweest. Iemand die een beetje... moet ik zeggen, wat anciëniteit heeft. Ik had ook wel verwacht van hij gaat dat ongeveer op dezelfde manier in de hand houden dan als Alderweireld dat doet. Mm-hmm. Maar naar mijn gevoel viel dat een beetje tegen. Na 2 minuten aan een goal. Ja. Dat is niet de ritjes, dat is goed. Ja. Dus alleen dan zo'n beetje verloren te lopen daar, daar had ik niet zo echt van, wauw, dit is nu echt goed gedaan van Bommel. Mm. Maar je moet opties hebben. En de rest, ja, eigenlijk niet. Ja, Moeia. Dat blijft altijd een verrassing, want Van Bommel moet daar toch iets in zien dat wij niet weten. Oké, die kan veel lopen, maar die maakt ook zoveel flaters. Of er werkt het niet goed af dat je soms denkt van... En daar heb je wel andere opties. Dus Van Bommel kent een geheim dat wij niet kennen. Of Moeia weet iets van Bommel. Dat, wij, dat kan ook. Dat wij niet mogen weten. Het zou zoiets moeten zijn, want... Daar heb je wel opties en daar moet je dan wel, denk ik, ook gebruik van maken. Smijt hij er dan in na de rust of zo, maar het zou niet mijn eerste keuze zijn. Nee. Van den Bos heeft dat natuurlijk goed gedaan toen hij inviel tegen Athene. Heeft het al vaak goed gedaan als hij inviel, Bob. Achteraf gezegd, kun je zeggen, gaat beter Van den Bos dat is waar. Gestart. Maar het is natuurlijk Van den Bos een jonge gast van... Al 20, maar ook nog altijd maar 20. Nog niet zo heel veel. Hij heeft x aantal minuten gespeeld. Nog niet om te zeggen dat hij weken aan een stuk heeft gespeeld. Mm-hmm. De consequentie zou dan zijn of Richie daarvoor op de bank of tegen zijn voet op links. Dus ja, ik snap het ergens wel dat je dan toch inderdaad, wat Patrice zegt, dat je dan toch voor die ervaring kiest van, en de leiderscapaciteiten van Richie om die dan naast Koulibaly te zetten. Dus ik snap het wel, maar ja. Jammer voor Zeno, want ik heb inderdaad al een paar weken goed ingevallen. Goed gedepaneerd. Mm-hmm. En zeker gisteren. Ja. Heel veel flair en volwassenheid. En ja, en eigenlijk ook een heel goed overzicht over wat er allemaal moest gebeuren. Even een paar keer goed een bal weggespeeld, een paar keer... Ja, het is zo no-nonsense. Actie opgezet. Ja. Dat eigenlijk, wat, naar mijn gevoel, dat een beetje miste... Toen de later nog op stond. Dat een opbouw van achter die je hebt met Alderweireld, dat die daar wel een beetje zoek was. En met Van den Bos daarin te brengen, dat het ja, in mindere mate natuurlijk, maar dat het wel een beetje terugkwam. Ja. Nee, klopt. Hoe rustig en volwassen Van den Bos was, hoe onrustig was onze vriend Koulibaly, vond ik. Allee, ik denk dat de meeste mensen het wel gezien hebben. Afrikaans temperament, Thomas, wat wilde? Jij moet dat zeggen, Patrice. Hij heeft 2 fantastische matchen gespeeld tegen Athene. Dat je direct denkt van, amai, die moeten we binnenhalen voor al is 20 miljoen, want die verkopen over 10 jaar voor 100 miljoen. Maar tegen Union was hij plots... kreeg precies een slag van de molen. Hè. De penaltyfase, want daar begint het dan mee. Ongelukkig. Maar is het een fout... Van Koulibaly. Ik denk dat het een miscommunicatie geweest is. En met Buté, die zijn een bal eigenlijk verliest. Want ik denk dat Buté echt de intentie had van kan hem pakken.
die frommelde uit zijn handen en Koulibaly denkt, ja, nee, die bal is hier dan toch terug. En ik denk dat dat gewoon ja, reactievoetbal was, dat niet iets is waar ze over hebben nagedacht. En dan, ja, wie zijn fout is het? Een samenloop van omstandigheden. Mm-hmm. Ja, ik ben ooit op een blauwe maandag, anderhalf seizoen, keeper geweest. Diep in de jaren 80, want ik was nog bij de Premenieme. Maar zwart, één ding dat ik altijd ben blijven onthouden, is dat ze zeiden van, als je komt als keeper, moet je hem hebben. He, dus hij kwam en hij had hem niet. Dus ja, dan kun je eigenlijk wel zeggen, is dat toch op de chance een klak? Beetje wel, denk ik. Maar het is gewoon algemeen. Gewoon die eerste minuten. We begonnen veel te laks of zo. Ik denk dat 5 minuten heeft geduurd voordat we de eerste keer de bal over de middenlijn kregen. Union was zo... Ja, dat is Union, we kennen die. En wat mij geweldig opviel, en ik zei het nog tegen Dylan, en dat hoeft niet per se iets te betekenen, maar het was achteraf gezien wel een beetje treffend, die line-up voor de match, Union, al die gezichten op oneindig en gefocust en klaar om aan die match te beginnen. En op onze uiterste kant van de line-up stonden Balikwisha en Moya. En die waren echt zo aan het lachen met elkaar en zo grapjes aan het maken. En ik denk, kan allemaal wel als je nadien aan die focus vond. Maar ik vond ze dat verschil tussen rechts voor ons, Union, zo wow, pow, en we zijn er klaar voor. En het is nog een verschil tussen Balikwisha en Vermeire, die thuismatch AEK onder de indruk waren van de sfeer van die, van die Champions League hymne en het gevoel dat dat bij ons in een heel stadion teweeg bracht. Want dat was zo, je zag daar een kinderdroom ineens dingen. En die lach kun je dan niet onderdrukken en dat snap ik nog. Maar je daar zo staat te lachen van, hey, we gaan hier een matchje spelen, en denk ik van nee, want Union frit u dan op en je zag dat ook. Dus ik denk dat dat allemaal was, zo een combinatie van pech. En laksheid bij ons, de eerste minuten. Hmm. Ja, want van die eerste 5 minuten zit uiteindelijk... Die penaltyfout is gebeurd nog voordat er 1 minuut voorbij was. Hè? Denk ja. Het, in het stadion was het misschien allemaal niet zo duidelijk. Maar... Nee, maar zelfs dan nog. En dan een 2 minuten VAR-check en de penalty zijn gegeven op 3 minuten en een klets. En, dus die 5 minuten zijn snel voorbij. Ja, maar dan nog. Dan heb je nog 1 minuut en 2 minuten, 3 minuten dat je de bal de hele tijd zo lateraal of terug naar Buté en dan terug naar Vermeer. Oh, ik kan niet draaien, terug op Buté, terug naar de laat. We geraakten er gewoon niet uit. Maar dat hadden ze wel meer tijdens de wedstrijd. Dat was eigenlijk al een beetje een voorbode. Want ze hebben heel hard moeten knokken om erdoor te geraken, heel de match. En Union heeft mij heel veel pressen gespeeld. Die zijn er, gelijk dat gezegd, echt gewoon recht ingevlogen. Ze hebben daar natuurlijk ook de shotters voor. Hè? Zo'n een Lapoussins, een Sadiki, die van Houten viel mij geweldig mee. Ja. Die in Eckert is misschien niet een wereldspits vooraan, maar... Ja. Ze hebben er toch een peren mee gezien. Ja, het is dat. Je kunt soms ook wel... Je hoeft niet altijd toptalent te zijn, maar als je een pitbull bent, dan kun je soms ook wel... Ja, voilà. Heel veel schade aanrichten of in tegenstander het heel moeilijk maken. Ja. En als ik nu... Voilà. Exhibit A. Maar als je nu echt... Ik ken niet genoeg van voetbal technisch of tactisch om te zeggen van een 3-5-2 tegenover een 4-3-3. Wat heeft dat precies voor gevolgen? En wie moet dan waar precies lopen? En waar komen ze in ondertal? Waar komen ze in overtal? Dat zou ik dan eens voor mijn eigen op papier moeten helemaal uittekenen en positie per positie bekijken. Maar mij viel wel op dat ze gewoon dat middenveld niet onder controle kregen in het begin. Gaandeweg is dat verbeterd. Mm-hmm. Ja, wij zijn zelf ook uiteindelijk in een 3-5-2, 3-6-1 zo wat beginnen te spelen, naar het einde toe. Ja. Maar in het begin vond ik echt dan Union, die een accordeon van 5, als wij in aanval waren, naar 3 in een... Er 3-mansverdediging in hun balbezit. Vandaar proper. Ja, want zelfs onze zelfverklaarde wereldtoppers, Vermeeren en Keita, die hadden het ook lastig in die openingsfase. Keita normaal zeer wel vast, met een keer, 2 of 3 keer de bal van zich af laten snoepen, wat dan meteen gevaarlijk werd. De voorzet voor de, wat uiteindelijk de penaltyfout werd, was omdat Vermeeren de bal verloor. Ja, dus, die was inderdaad de bal. Dus dat was, we waren niet in ons doen daar. Spartige zak. Koulibaly, had hij rood moeten krijgen, Patrice, in die fase? Die heeft hem bij de penalty. Ja. Goh, dat is wat de commentatoren dan zo durven ik zeggen. Denk, ik persoonlijk vind van niet. Allee, het is kantje boordje, want hij heeft wel een beetje, met opzet denk ik, zijn arm zo nog gesmeten. Ja.
Maar ja, dat was het risico waard, hè, denk ik. Allee. Ja, ja. Hij heeft eigenlijk... uiteindelijk toch aan zijn doelpunt tegengekregen. Maar ik had wel op zijn minst geel gegeven, want het feit dat hij geen kaart heeft gekregen en er volgt een strafschop, dat vond ik wel een beetje raar. Ja. Heeft hij geen geel gehad? Heeft hij dan kort erna geel gehad? Hij heeft kort erna geel gehad voor iets anders, voor een trek aan een schouder. Het feit dat hij het einde van de match heeft gehaald is een mirakel op zich, denk ik. Ja, op het einde van de tweede helft was hij kalmer. Hè? Waarschijnlijk omdat Van Bommel wat dichterbij zat. In de tweede helft, denk ik, heeft hij ook nog ene keer zijn stoot het gehad. Dat ik denk van, hier kun je echt wel geel voor krijgen. Ja, en dat Boterberg over zijn hartje streek. Dus Koulibaly heeft chance gehad en hopelijk leert hem daaruit. Want bij de penalty dacht ik eigenlijk dat hem eerst met zijn voet al die Eckert, denk ik, geraakt had en pas daarna nog met zijn arm. Nee, als het enkel zijn arm is... Je ziet hem in de herhalingen, eigenlijk... ziet hem eigenlijk... Hij rolt door, maar terwijl hij doorrolt, zie je hem wel zijn arm bewegen. En het is, denk ik, die arm die inderdaad. Onderuit, die van maar als hij voet is, dan kunnen we nog redeneren van, oh ja, hij wou een bal spelen, het oog van een bal, maar hij raakte hem juist niet. En de hij bal de was speler. Weg okay. En de andere ging tegen de grond, dus het was wel, het was terecht gefloten. Ja, dat denk ik wel. We kunnen misschien ook zeggen bij Koulibaly, die twee matchen naast Alderweireld gespeeld, wat dat doet voor een speler om naast Alderweireld te spelen, dan ineens is u veilige haven, om het dan literair te zeggen, is ineens weg. Zo, ik denk dat dat toch een verschil geeft dat je Richie en ook honderdduizenden kilometers op zijn teller, maar toch niet die présence en die allure dan een andere wereld heeft. Dus misschien scheelt dat ook wel voor zo'n jonge gast als Koulibaly, dat hij zijn patroon weg is. Ja, maar ik denk dat we kunnen concluderen. Communicatiefout is eigenlijk het begin. Dat Buté... Buté had hem moeten klein vast hebben, zo simpel was voilà, dat is de tweede fout. Buté had hem daar gewoon moeten hebben. Maar ik denk dat Koulibaly iets te laat zijn eigen nog intrekt, zodat Buté verrast is. Ja. Mm-hmm. Oké, communicatiefout dus. En dan daarna een foutje van Koulibaly. Maar dat moet je gewoon doen als centraal verdediger. Kan ik het aan zeggen. Daarna laten we ons ook opmerken. We komen stilletjes aan toch wat meer in de match. Een paar kansen gecreëerd. En uiteindelijk... Vines, Sammy Vines. Wat een goal was dat. Dat is niet normaal. Hier achter streep, bam, er loopt. Ik denk dat hij zelf afschoot. Ja. Ja, hij leek me zwaar kwaad of zo. Op, nee, maar tijdens die trap heeft hem zijn hamstring geblesseerd. Is het daar? Dat is daar gebeurd, ja. Want hij trapt hem, dat is het voordeel als je het op tv ziet. Hij trapt hem en eigenlijk de moment dat hij erin gaat, hij draait hem om en hij pakt dan naar zijn dij. Okay. En daarom was hij niet zo uitbundig aan het vieren. Nou, ja. Ik dacht dat het als een coole pose was. Zo van, gelijk Eric Cantona deed zo... Ja, nee. Zo'n lopje van 30 meter in de kruising en dan zo gewoon zijn eigen omdraaien en zijn klokken omhoog zetten. Nee, dat is niet zo. Nee, en hij pakte eigenlijk direct naar zijn been. Dus. Oké, dat was mij ontgaan. Maar en die bal waaruit hij ligt, rot van effect. Hè. Bob, kunnen we het al op de beelden hebben teruggezien? Want eerst is Jansen die opzij ligt voor Balikwisha. Die tik tegen Maurice. Heel hard op Maurice en die bal caproleert dan terug. En je moet die beelden maar eens zien. Hè. Die bal die draait gelijk een snoekerbal die je zo bij het begin van het spel ronddraait in een driehoek. Maar echt maf snel. En eigenlijk, hij ligt maar juist stil ongeveer. En dan trapt Vines erop. En Vines stond alles compleet vrij. En die heeft dat zo koelbloedig afgemaakt. Amai. Dat was... Je kunt het niet beter. Ja, want het is echt zo... Juist en hard genoeg. He, zo gecontroleerd hard, want je kunt daar een lel op geven en dan vliegt hij het stadion van RWDM binnen, bij manier van spreken. Maar je kunt die ook te zacht en dan kan er nog iemand zijn kop tegenzetten. Maar het was echt zo de combinatie van goed hard genoeg en juist genoeg. En, ik zou wel blij voor hem dat hij gescoord heeft. Het is kak dat hij daarmee zijn hamstring scheurt, veronderstel ik. Weten we nog niet, denk ik. Hè? Nee, dat weten we nog niet. Dat is niet over gecommuniceerd voorlopig. Normaal zijn we zo vlot met een die medische open potentie. Boek. Kan ook misschien een kramp geweest zijn, hè? Maar ik denk het niet, want hij is kort na de goal ook op het veld gaan zitten en heeft zelf gevraagd om eraf te gaan, omdat hij echt bijna onwaarschijnlijk is. Dus, het medisch bulletin op de website is helemaal blanco.
Oh, dus dan is hem, dat iedereen fit is. Dan is hem terug vrijdag tegen Westel. Alderweireld is er terug bij, Vines, Engels. Oh, Engels, niet te doen. Ja. Voilà. Bon, dat zorgt er wel voor. Vines geblesseerd, die moet naar die kant. Richie toch, dan toch terug naar de bak en Zeno erin. Wat voor mij wel... ik vond dat dat wat meer rust bracht in onze verdediging. Dus ik zou zeggen aan Van Bommel... Smijt hem. Ja, tot aan de bossen en maar gewoon instaan. Oké. Ik denk dat hem ene keer een match heeft gespeeld tegen wat geen topclub is, of een heel moeilijke match. En dat was tegen Charleroi, waar het dan meteen de fout in gaat. Voor de rest heeft hij mensen alleen nog maar topmatchen gespeeld en matchen met grote belangen. Ik denk dat hem er dus wel klaar voor is om dat vertrouwen te genieten. En dan zeker tot dat Alderweireld terug is. Dus come on. Ja, want zo, met alle liefde en respect gezegd van de Westel en de RWDM, de matchen die eraan gaan komen... Maar Barcelona komt er natuurlijk ook nog aan. Ik denk dat hij ze wel een beetje gaat sparen, degene die je echt wilt fit en gereed hebben. Ik denk dat je ook geen risico's gaat lopen. Nu, natuurlijk, bij Barcelona speelt zo'n bejaarde Pool vooraan. Ik denk nu dat zo'n jonge gast als Van den Bossche die wel aan kan, maar... Het is niet in één bejaarde Pool die team maakt, natuurlijk. Hè. Nee. Nee, en die mag nog altijd starten, dus ik zou hem niet onderschatten. Nee, en dat was met alle ironie gezegd, want ik ben nog altijd zeer onder de indruk van Lewandowski. En die hebben dan van het weekend nog een paar van die Charles aangetrokken. Ik denk van, fucking hell, man. Ja, maar of die allemaal gaan spelen, starten tegen ons. Ik denk niet dat die ons zien als hun grootste prioriteit... Dat gaat ons grootste voordeel misschien zijn. Hè? Dat is wel onderschatten. Amberes wordt daar zwaar onderschat. Onze tweede goal. Hè? Dat is nou allemaal voor de rust, hè, mannetjes. Goeie corner van Balikwisha. Zeg ik expliciet erbij. Goeie corner. Voor de mensen die zeggen dat wij nooit goede corners trappen. De Zeno van den Bossche kopt hem door. En de Ekkelenkamp gerkenst hem binnen. Want dat was het wel, hè. Dat is een werkwoord geworden, hè, Bob Gerkensen. Poenien. Dat was het, wat hij deed. Was dat met de kop of met de voet? Voet, hè? Met de voet. Maar je ziet meteen, Jansen volgt die actie. Die staat natuurlijk ook klaar om te scoren. Maar daar sta ik dicht bij het penaltypunt. Je ziet dat Ekkelenkamp scoort. En hij draait eigenlijk meteen om naar Van den Bossche. Wat voor mij heel duidelijk aangeeft dat hier... rot opgetraind is. Er is en dat ook rot dit 100% getraind, ja. De bedoeling was. En dat dat een perfect volgens het boekje hoekschop was. Maar ook is, hè. Die zeggen dat wij nooit scoren op stilstaande fase. Ja, maar we scoren ook weinig op stilstaande fase. Ja, moet ik het nog eens zeggen, Bob? Moet ik mijn cijfertjes nog eens boven? Haal de cijfers nog eens boven. Alleen, heel kort dan. We zitten ook alweer in de top 5 Europese competities. Is het gemiddelde van doelpunten die meteen volgen op een hoekschop 1 op 38. Dus maar 1 op 38 hoekschoppen in de top 5 competities. Dus het is niet dat wij de Antwerp wanig skuiren op corners en altijd er zoveel binnenkrijgen op corners. Nee, dat is allemaal perfect in een statistisch model te verklaren. En het is niet omdat je er ene keer ene maakt, dat je dan... Allez, 5 corners later er al opnieuw ene kunt verwachten. Nee, het is dus gemiddeld 38 corners dat er nog gaan tussen zitten. Gemiddeld. Dan ga ik in het vervolg wat minder enthousiast naar een corner krijgen. Ah, wel, maar dat is de ziekte met een heel serieus woord. Maar dat is wat er in de koppen van de mensen is geslopen de laatste decennia. Van, een corner, dat is een halve goal. Ja, nee. Nee, een vrije nooit... trap misschien, maar een corner is moeilijk, want iedereen staat in die baklijn. Die bal kan naar overal gaan. Dat is gelijk dat je altijd een handjes opsteekt. Eerste paal, tweede paal. 9 keer van de 10 komt hij daar niet eens. Dus ja... En je kunt erop trainen natuurlijk, maar je kunt ook op verdedigen op corners trainen. Hè. Dus het is niet dat, omdat je veel traint op aanvallende corners, dat je dan meteen heel veel meer goals gaat maken. Wat niet wil zeggen dat je dat niet moet doen, want het loont. Maar bon, heel het is allemaal complex. Heel af krijg je dan een prachtexemplaar die binnenkomt. Ja. En wij hebben Alderweireld op zijn eentje. Heeft vorig jaar al 3 goals op corner gemaakt of zo. We mogen echt niet klagen op dat vlak, vind ik. Maar volgens mij, die handjes die naar boven gaan, is zo met 2 handen al excuseren van sorry dat ik hem tekort ga. Je zegt dat. Kan er niet raken, jongens. Sorry. Dus mea culpa, mea culpa. Sorry. Het gaat niet lukken. Het gaat tekort zijn. Sorry. Maar toch. Ja, maar ik ga mijn best doen. Volgens mij is dat dat. Ja. Tijdens de rust gaat ook de Richie dan aan de kant. Voor mij nog voor onduidelijke redenen. Ik weet niet wat. Ik hoop gewoon dat hij ziek was.
Ja, dat kan. Ja. Jij wenst je mensen een ziekte toe. Is dat wat ik nee, denk. Maar ik heb liever dat die 's middags een verkeerd pastakje heeft gegeten. Ja. En dat de zalm wat slecht gekomen is en dat hij gewoon last had van zijn maag of weet ik het wat. Ja. Dan is die na 2 dagen in zijn bed liggen er terug over. Maar stel dat hij echt een contracte rukken, een overbelasting, je weet het niet, een zenuw die ontstoken is, enfin, ik weet niet, gekneld, enfin, ik weet het niet, maar dan zouden we er langer... Ik denk gisteren wel dat we het wereldrecord aantal Rijksbacks in 1 match wel gebroken hebben. Ik denk het ook. Ze zijn nu ook wel allemaal op, denk ik. Hoe zit dat met Kobe Corbani, want we gaan hem stilaan nodig hebben. Ja, dat is waar. Dat was... wanneer was dat hij is uitgevallen? Dat was al mei of zo. Hè? Ja, ik denk dat hij de titel heeft gevierd op krukken. Ja, inderdaad. Ja, ik denk dat, ja inderdaad. Ja. En de halve finale tegen Union, dat was al eind februari of zo, denk ik. Nee? Nee? Maar, wacht, het hangt... De 30 april was de finale. Volgens mij was eind februari de halve finale. Ja, 30 april was inderdaad de finale. Heb jij dat daar echt aan uw muur? Ja, ja. Ik denk dat wel, ja. Ik ben wel voor benieuwd de kijkers, naar die muur. Zien een bot daar nog? Ja. Het ticket van Genk, het ticket van de finale en mijn abonnement van vorig jaar. Oké, mooi. En een paar foto's van mijn zoon en zo. Oh, daar mag je ook bij. Dus Corbani, die gaat nog niet meteen terug zijn, denk ik. Dat zal eerder voor het nieuwe jaar zijn. Bon, dus de ritje gaat naar de kant en wij improviseren dan maar wat, hè? Keita eerst op de rechtsbak. Dacht ik, en dan Youssef. Ik denk dat die wat gewisseld hebben. Want ik heb, of die hebben elkaar ja, die hebben, afgelost. Nee, op een bepaald moment zijn die inderdaad, er was een vrije trap en dan zijn die inderdaad gewisseld van kant. Mm. Ja. Maar die deden het allebei eigenlijk zeer goed, vond ik op de rechts en bak. Ik vond dat wij in het tweede helft die match redelijk onder controle hadden. Nu, allez, met een klein asterixje gezegd, want blijkbaar heeft Union 24 keer op doel geschoten. Dus zo goed zullen we het dan wel niet onder controle gehad hebben. Maar ik heb niet heel veel puppes gehad in de tweede helft. Wat jullie, Patrice, voor een tv? Tweede helft? Ja, ik denk dat ze het wel onder de... Merendeel van die helft hebben ze het wel onder controle gehad. Ze hadden ook de meeste balbezit. Actie was ook voornamelijk... Nee, niet voornamelijk bij Union. was wel heel veel pressie, maar ze hebben heel goed verdedigd. Mm-hmm. En ze hebben ook nog een paar heel goede kansen gehad. Minuut 56 tot minuut 57, ik denk dat er 3 kansen geweest zijn. Dus, ja, en daar moet het afmaken. Hè? Maar telkens zo niet doorgaan. Of Balikwisha vaak die ene bal doet te veel, waar dat Louis van Gaal zot van zou worden. Waardoor dat hij dan in plaats van zijn bal door te schuppen, dat hij hem meepakt aan de voet. En dat loopt dan maar niet gemakkelijk. Kon hij erin draaien. Moeja heeft nog een heel goede kans gemist. Ja. Ja. Ik zeg het. Helaas. Hij moet iets weten over Van Bommel, want die had er wel moeten ingaan. Ja. En dan denk ik dat... was het... Nee, Ekkelkamp was er al af. Dan was er nog één, denk Bataille of zo. Eigenlijk ook vrij voor de keeper. En twijfelen, denk ik dan. Mm-hmm. Dus ze hebben heel goed verdedigd, ze hebben heel goed stand gehouden en ze hebben eigenlijk ook nog heel vaak kansen gecreëerd. Alleen spijtig genoeg niet afgemaakt. Vond ik ook, want dan, wij kunnen dan het spel spelen dat wij goed kunnen en graag doen. Dus, die tegenaanvallen doen hè, met Balikwisha en ook Mouya. Die wel vaak goed opduikt op die plaats waar hij moet zijn, maar dan... En Balikwisha heeft tikkeltje ook klasse, heel, denk ik. Ja, en Balikwisha heeft ook heel goed verdedigd in de tweede helft. Maar het is een moment geweest, bijna naar het einde toe, dat hij daar toch even een bal onderschept dat nodig was. En hij dan ook nog eens een tegenaanval kan opstarten. Dus, ook dat doet hij tegenwoordig, Pally. Want ik weet dat er heel veel mensen geen fan zijn van hem. Maar ik denk dat je hem tijd moet geven om te groeien en zijn plaatsje te vinden. Ja, voilà. Oké. Okay. We gaan dat doen, hè, Bob? Ik ben een van die mensen die stilletjes naar wat is. Nee, je moet... Maar het is een derde seizoen bij ons, hè. Dan denk ik stilletjes toch... Het is ook geen piepkuiken van 17 meer. Mag misschien stilletjes... Maar hij begint er door te komen, hè. De laatste weken zijn we al veel beter. Het is het derde seizoen bij ons? Denk het. Zal ik je dat in stilte checken, dus, Biet? Als jullie interessante dingen aan het vertellen zijn. Het is wel zeker al het tweede. Het tweede sowieso, maar ik denk het derde.
Ik zal een nieuw onderwerp opwerpen waar jullie met twee zeker lang over kunnen praten. Patrice, wat is een low-cost penalty? Een low-cost penalty? De penalty van de Aldi. Echt waar. Een low-cost penalty is een penalty waar dat de fout eigenlijk zo licht is, maar volgens de letter van het reglement wel correct is. Oké, en wat moet er dan gebeuren met die low-cost penalties? Dus de low-cost penalties is zo dat wanneer dat je de doorgebroken speler neerhaalt, hoe laag en hoe zacht dat die aanraking toch is, maar dat je hem een doelkans ontneemt. Maar dat gaat over die tweede penalty en die aanraking is eigenlijk heel klein, maar die speler is aan het lopen en door die kleine tik gaat hij op de grond. Want de scheidsrechter twijfelde ook eerst van, ja, is het nu wel of is het nu niet? En dan uiteindelijk, en in de herhalingen kun je zien, die aanraking is zo subtiel, het is eigenlijk... En ze willen het er ook van tussen, mm-hmm. maar toch worden ze gefloten. Eigenlijk, zoals ik had begrepen, een low-cost penalty is een fase waarin dat die speler wel zou kunnen voortdoen, maar dus het is officieel geen schwalbe, want er is contact, ja. maar hij zou kunnen voortdoen, maar laat zich dan toch vallen of hij overdrijft dat contact. En dat zou er... dan wat uit moeten. Wij hebben het meegemaakt op, was het OHL of Anderlecht? Anderlecht met Avila. Avila, ja, inderdaad. Die is dan teruggedraaid geweest, hoewel het er wel licht contact was, maar de redenering was low cost, want hij had voort kunnen doen. Richie thuis tegen AEK? Ja, dat is eigenlijk misschien nog een beter voorbeeld. Want eigenlijk had hij veel pijn. maar ja, dat zag okay, je maar allee, en... die in Comoody, denk ik dat die een speler heet, die een gigantische... Ja, beer van achter bij AEK, die raakt er ietsje op de teen. En dat doet pijn, maar dat is het voorste stukje van de voet, dat hij die op de enkel raakt, is het... Ja, en ja, dan is er geen discussie. Als er een trein van 120 kilo tegen 30 per uur over hun teen jast met ijzeren noppen, allee, tatoeëren, dat zijn alleen maar mensen die nooit hebben gevoetbald of 20 jaar geleden hebben gevoetbald, die dan zeggen, oh, hij laat zich vallen, maar heb je dat al eens meegemaakt? Dat er zo'n ijzeren nop met een beer van 100 kilo aan over hun teen gaat? Allee, ik heb een peuter van 3 die het zo soms al eens grappig vindt van zo'n stoempje te komen geven ja, voilà. Uit het niets op uw teen, omdat ze goesting niet is. Ik denk dat dat ongeveer hetzelfde is. Als je dan, maar ja, die low-cost penalties... Penalties die gefloten worden en buitenspelregels is nu al minder. Maar die penalties, dat is nog altijd gewoon hoe dan een scheidsrechter dat zelf ziet. En die VAR die zal dan misschien wel tussenkomen, maar uiteindelijk, ja... Als je echt naar de letter van de regels gaat kijken, ja, dan moet je hem fluiten, want je hebt hem aangeraakt. Nou, Bob, moet je hem fluiten. Ik heb het niet genoeg gezien gisteren. Ah, ik heb ook nog gezien. Ja, dat is een klassieke trainer. Trainers na een wedstrijd, excuus. Ik ben de... Was het rechte penalty? Oh, ja, ik moet de beelden nog bekijken. Ja, ik heb de beelden oprecht niet gezien en ik zat wel in het stadion, maar dat is dan toch... Ja, dat gebeurt achter een bos van spelers. Zo snel vanuit één standpunt zie je dat dan maar. Ja, ik weet het niet. Nou, het was zeer licht, te meer omdat het met het standbeen is van Keita, die... springt eigenlijk in de lucht om met zijn rechtervoet of zo de bal in de lucht te raken en weg te doen. Dat mislukt. En met zijn linkse voet wil hij hem zijn terug op de grond zetten en raakt hem ook al licht dan tegenstander. Dus no way dat de bedoeling is. Hè? Want dat is niet, noemt hem Bruce Lee of zo, die er allerlei butterfly kicks aan toen is in de lucht. Dat is gewoon een malchance. Dus arme Keita, onze rechtsbak. Ja. Heeft dat dan op zijn geweten. 2-2 wordt het. Het is dan al minuut 87 of zo. Een beetje raar hè, op zich, dat Union 24 kansen heeft, wij 8. En het is 2-2. En die hun goals zijn met 2 penalties. Maar zaten 5... Wat was het? 5 van de 9 doelpunten of zoiets? 10 doelpunten gescoord en 5 penalties. Uit penalties. Dus die trainen maar op 6 één penalties ding, al gekregen. Ja. Dat is... Zie dat je er een penalty uittrekt. Ze zijn ook heel vaak in het strafschopgebied natuurlijk, dat mogen we nooit vergeten. Ja, oké, dat is ook wel waar, maar daar wordt toch wel zeer goed getraind op gaan liggen wanneer dat je iets voelt. Ja, want zoveel penalties in één ploeg, en dan eigenlijk 10 punten, 5 penalties. Ze zijn heel hevig, maar dan komt er toch ook niet veel uit, denk ik. Oké, voilà. Even slammen op Union.
Wat vonden van onze wissels, Bob? We hebben gezien Kerk voor, dus los van de twee voordeels en tijdens rust, Kerk voor Ekkelkamp, Valencia en Georges Ilenikena in de slotminuten voor Balikwisha en Jansen. Ekkelkamp moet er vaak af van een flank de laatste weken. En ik vind dat een beetje... Ja, enfin, we hebben weinig middenvelders. En dus ook weinig middenvelders op de bank. En dan zetten ze liever, in plaats van de flanken één op één te vervangen, halen ze aan één van de flanken naar het midden, Balikwisha of Ondrejka heeft er al gespeeld en Moya heeft er al gespeeld. Dus dat vind ik een beetje vreemd. En ja, de andere twee vond ik laat, Ondrejka en Ilenikena. Niet Ondrejka, niet. Valencia. Valencia. Ah, Valencia. Ja, correct. Ondrejka is op de bank gebleven. Correct. Nu, allee, dat heeft waarschijnlijk ook wel te maken met het feit dat er al twee wissels zijn moeten gebeuren. Fijns en te laat. En misschien heeft dat ook wel te maken met het feit dat Ondrejka al een half seizoen erop heeft zitten. Ja. Om die, wat we gezien hebben bij Jukler, die kwam toe en die speelde alles en iedereen de vernielingen. Die was fantastisch. Maar je had natuurlijk al een half jaar voorsprong op de rest. En tegen dat wij op het punt zaten, we dat kunnen we nog volgen, waarop Jukler zat, ja. zat hij al over zijn limiet. En die is gewoon ja, erg voor die jongen, maar die dan die nooit meer enig niveau gehaald. Dus ik snap misschien wel... Als je dat dan zo wat kunt volgen, in die, zin, die hebben allemaal zo'n een gps'ken van achter in hun BH'ken zitten. Dat je bijvoorbeeld merkt dat hij gewoon zijn snelheid niet meer haalt of verzuurd is. Dat je die wel spaart, dus ik snap het misschien wel. Dus ja, ik vond het vreemd, nee, maar ja, je hebt weinig wisselmogelijkheden. Hè? We hebben 12 miljard flanken. En al de rest niet. Nee, we hebben 6 flanken voor 2 posities. Moya start toch. Dus. En Moya start toch, ja. Nee, maar we hebben 6 flanken voor 2 posities en die zitten bijna allemaal op de bank. En ja, dan kun je zeggen, ja, maar als er in de spits gebeurt, kunnen we nog wel iemand doorschuiven. Op de 10 kunnen iemand doorschuiven, maar het blijven in principe wel spitsen. Maar als er gisteren nog twee verdedigers tegen elkaar hadden gebotst, ja, dan had echt Jansen de laatste man moeten gaan laten spelen. En zo van die maar die kan ontgif. Dat, hè, Jansen. Dat is de meest allround speler die ik in de Antwerp ooit gezien heb. Van voor, op de flank, uitverdedigen, terug naar voor, voorzetje. Allee, eigenlijk heb ik die, nu in de wedstrijd in de Nyon, heb ik die eigenlijk weinig in de rol gezien als echte spits. Die kerel was overal. Volgens mij had hij ook heel veel in de fitness gezeten van de zomer. Oh man. De kampioenpuntjes er gaan aftrainen. Ik weet niet wat dat was, maar wat een beer is dat geworden. Hey, dat was hij al heeft een... uithoudingsvermogen, want oké, Bataille had wel de meeste sprints gedaan, maar eigenlijk zouden ze zo eens een stipje moeten kunnen zetten van waar dat Jansen nu eigenlijk overal zit. En hij is vaak betrokken bij doelpunten, om niet altijd om zichzelf te maken. Maar hij heeft ook al een paar keer zo goed verdedigd dat je denkt, maar ventje, moet jij niet gewoon terug in je punt gaan staan? Overal zit hij. Ja, die is zo de carrosserie van een 100 meter spurter, maar de motor van een 5 kilometer loper. Zo. Ja, dat is maf. En die houdt dat eigenlijk altijd vol tot bijna einde wedstrijd. Thuis, het viel mij onlangs op in de line-up, denk ik, met de Europese match, dat Jansen en Keita... even groot zijn. Maar iedereen zit zo in zijn hoofd met dat beeld van Jansen als een enorme beer. Dat is omdat hij breed geschouderd is en Keita voilà, is 1,85 meter. Nu, Keita is ook... Daar zou ook in een andere smer willen denken. Maar niemand zegt van Keita dat een enorme beer is en van Jansen wel. Dus ik vond dat een grappige... Ik ben 1,85 meter, Thomas. Ik hoor dat de hele dagen van wat een beer zijn jij. Een knuffelbeer dan, Bob. Ja, Teddy. Nog geen grizzly, maar ik ben er aan het werk, Patrice. Oké, dat is goed. Dat is dan voor de derde date. Oei, oei. Dat is een inside joke. Ja. Dat stond niet on the record. Maar maakt niet uit. Bon, mannen, we staan op de 8e plaats. Dus Van Stommel buiten, Overmars, eruit, stuur tegen de muur. Patrice? Nee, het is nog wat te vroeg. Oké. Okay. We nog even wachten. Het is 8 op 15, is het voorlopige rapport. Ja. We blijven rustig. Wij zijn ook verwend. Hè. De laatste paar maanden zijn wij zijn verwend en wij denken dat het allemaal maar moet komen. En
Okay, ja, normaal gezien wint Van Bommel altijd zijn eerste 10 wedstrijden. Maar het is ook al seizoen 2. Dus... Ja. Maar je hebt geduld. En het is nog lang, hè. Het seizoen is nog heel lang. Dus er kan nog van alles gebeuren. Ja. Maar... Overmars is waarschijnlijk aan het shoppen in de solden nu, hè. Ik mag het hopen. Ja. Maar het is wel zo, wat ik vorig jaar ook altijd al zei, van na speeldag 6 of 7 beginnen wel zo wat trends vast te stellen. Ploegen die dan onderaan staan, misschien dat er nog eens één ontsnapt, maar dat zijn wel de ploegen die onderaan staan. Ploegen die bovenaan kamperen zijn meestal diegenen die daar wat blijven. Dus ik hoop nu niet dat wij veroordeeld zijn, zoals het er nu uitziet, voor een ploeg die zo moet knokken om play-off 1 te halen. Tenzij dat je denkt dat KV Mechelen en Sint-Truiden altijd boven ons zullen blijven staan. Nee, dat is waar. Cerkelen wel, daar geloof ik nu wel, dat die, tenzij dat die, ik weet niet wat er kan gebeuren, maar Cerkelen wel, KV Mechelen inderdaad, maar zo... Cerkelen kan top 6 halen, denk ik ook. Mm-hmm. Maar ik denk, een trend, agent, ga lang meedoen dit seizoen. Anderlecht is minder hopeloos. Die hebben we heel goed ingekocht. Dat zijn trends die wel kunnen zijn. Ja, het is dat. Brugge gaat niet alles kapot spelen. Genk heeft een goede kern, maar speelt wat naïef. Allee. Union... Dat is wel de clubfilosofie daar. Zullen nog de mailtjes sturen? Jong, maar naïef. Mooi, maar naïef. Union, ja, die kunnen... Ik weet niet wat die juist doen, maar die 1-op-1 vervangingen voor dingen. En die hebben schellig. Een ploeg. Ja, dat is niet normaal, hè. Die hebben... Elk seizoen een andere ploeg. En dat is alsof dat die spelen... Copy-paste, ja. Ja. Die presteren, want je zou denken, oké, weer een andere ploeg. Moeten elkaar nog wat vinden, maar Union, die staan daar elke keer opnieuw. En ze doen dat volgens mij iets in het water. Want bij Brighton is dat ook van hetzelfde. Hè? Het is ook die verkopen spelers voor waanzinnige bedragen en dan doen die gewoon verder. En dan wil Chelsea weer twee andere spelers voor van ze niet bedragen. En dan gaan we verder. Ik moet nu wel zeggen, gisteren de twee, waar ik het meest van onder de indruk was, waren wel twee spelers bij Union die er al waren. Dat was Lazare en Lapoussin. Die vond ik... dus die waren er al wel, maar... Ja. Het feit dat de rest gewoon... Allee, ja. Dat draait direct mee. Voilà. Dat is... Straf. Ja. We zullen het zo over onze eigen spelers hebben. Hè? Inkomende transfers, want wij nemen dit op maandag 4 september. Het is nu 10:00 s'avonds. En ik heb me laten vertellen dat over 2:00 dat de Europese inschrijf-deadline zou zijn. Hè? Dus spelers waarvan wij willen dat zij meedoen aan de Champions League, dat die nu moeten worden ingediend. Dus als Overmars er nog wat aan wil toevoegen, dat nu zal moeten gebeuren, Patrice. Ja. Krijg jij via WhatsApp al allerlei... Ah, nee. Ik heb gezegd, Mark, je moet mij gerust laten van mijn bezig met Wokas vanavond. Pas op, de Mark op WhatsApp, dat is een gevaarlijke combinatie. Ja, nee. Ik ben slimmer als dat. Okay. Verwachten we nog iets, Patrice? Er moet nog wel wat versterking komen. Er moet nog altijd eigenlijk een echte vervanging... Een reserve komen voor Janssens. Voor uw spits moet echt nog een reserve komen. Mm-hmm. Middenveld mag ook wel een beetje versterkt worden. Verdediging en de flanken heb je opties genoeg. Ja. Moet maar en de verdediging zit voor mij goed. Misschien nog één iemand om... Want Ricci, ja, die gaan niet blijven meedraaien. Hè. We moeten daar eerlijk in zijn. Dat is ook nog een van de jongste. En als hij nu al begint met hier een pijntje en daar een pijntje... Als we geluk hebben, spelen we 6 Europese matchen. Als we spelen 6 Europese matchen, dan gaat het ook zien wat effect dat heeft op iemand van die leeftijd. Dus ja, maar zeker nog een middenveld en toch misschien nog één spits. Dus ik hoor je zeggen, een linksvoetige centrale verdediger, een polyvalente 6 of 8 en een nummer 9. Ik heb voor u Dorian Desolay, Birger Verstraeten en Michael Frey. Maar Birger Verstraeten hebben wij die al niet gehad? Hebben wij die niet al gedumpt? Die zit nog bij ons. Zit die nog bij ons? Waarom speelt hij dan niet bij ons? Die paste niet in het plan van Bommel vorig jaar. Hè? Verstraeten is een beetje een kleine Van Bommel. Hè? Dat is ook gewoon een smerig speelder. Hè? Die kan zijn tekst geven en niemand heeft het gezien. Ja. Maar hebben de mensen het wel gezien. En dat is hoe langer, hoe meer het probleem met Verstraeten. Hij denkt dat niemand het gezien heeft, maar iedereen heeft het gezien. Ja, dan zal Van Bommel een privéles moeten geven. Dat komt er dan nog toe. Die drie moeten we dus nog vanaf geraken. Dat was mijn bruggetje.
Allee, maar dat kan nog tot overmorgen. Hè? Tot 6. Ja, Cyprus is nog open. Transfermarkt loopt tot 6 september en momenteel. En dan denk ik dat daarna nog dingen, zo Cyprus en Turkije. Ja, en zo voilà, zijn. Dus momenteel, vandaag sluiten ze in Roemenië en Polen. En dan loopt Azerbeidzjan, België, Noord-Macedonië en meer van dat fruis. Dus kleinere landen, laten we zeggen. En zelfs in Saudi-Arabië doen ze op 7 september de deur dicht. Als ze echt elke speler uit Engeland hebben gehaald. Maar ik vind dat gek voor zo spelers gelijk. Weet je, Desolé is 31, 32 jaar. Als hij nog 1 of 2 jaar contract heeft, kan hij zeggen van, verdier goed, ik zal wat met die jonge Reds meespelen, op het gemak en wat meetrainen met die jonge gasten. Zou ik ergens nog, de Vlemings filosofie zou ik nog ergens snappen. Hij heeft van het weekend meegespeeld. Ja, hij heeft 90 minuten gespeeld. Dus dat zou ik nog ergens snappen. Maar Verstraten en Vrij zijn 28, 7, 28, 29. Ja, kunnen nog. Die kunnen nog 6, 7 jaar mee. Dus als die nu kiezen van, voert, ik word hier goed betaald, dan zitten die twee jaar, speelt die geen match op inzet. Wat gaat er dan daarna nog doen? Maar dan, je moet ze nog verkocht krijgen, hè? Ja, maar zo van die spelers, hij is een Vrij met die statistiek. Oké, niet het laatste jaar, maar... En die heeft toch ook bij Schalke niet gespeeld, bij Fenerbahce... Of bij Besiktas, een van de twee. Nee, Fenerbahce, bij de Antwerp. Hij deed overal wel zijn goals gemaakt, toch zeker in België. Die moeten toch... Die mannen willen toch spelen, dat snap ik niet. Maar wat, ik wil eigenlijk niet... Ik ben vooral... Ik wil weten wie er nog komt. Ik zit heel erg te hopen en te wachten op nog... Dat er zo binnen 2 uur zo... En toch niet Jordan Eden Hazard. Nee. Ja, wat bracht dat bij u teweeg, Bob, toen dat je dat gerucht las? Ik begon... Eden Hazard. Ja, nee, dat zijn zo van die prestiges transfers waar je niks mee zijt. Die weegt misschien ondertussen 82 kilo voor zijn 1,67 meter. Dat is obese volgens mij, Bob. Dat is Ja, maar die had altijd dan een beetje een dik gat. En ik mag dat zeggen, want ik heb zelf een dik gat. Maar die zou beter reclame gaan maken voor de McDonald's in plaats van Kevin De Bruyne. Ah, dat is een waanzinnige speler, hè. Verstaan me niet verkeerd. Dat is wellicht in zijn prime top 1, top 2 beste rode duivels die we in dit land ooit gehad hebben. Mm-hmm. Maar nee, die moeten nu toch... Die heeft in geen jaar nog een match mee inzet gespeeld. Zelfs de rechtsback van RWDM steekt die nog in zijn zak op linksbuiten voor de moment, denk ik. Dus nee, afblijven. Ja, ik zie het ook niet goed. Nee, wij hoorden het nieuws en wij zeiden direct met 2... Nee, want die betaalt geen 6 euro voor een hamburger. Die komt niet naar een Antwerpen. Wat hebben we nog horen waaien? Gewoon wilde geruchten. Berghuis van Ajax. Is dat nog? Ja. Maar Wijnald toch alleen maar omdat hem gisteren niet in de selectie zat, blijkbaar. En omdat hij links een bak is. Ja, tuurlijk. Misschien heeft hij gewoon een buikgriepje. Ajax heeft een nieuwe, jonge Zuid-Amerikaanse linksback gaan halen. Dus dat is ook een teken dat ze wellicht niet zoveel vertrouwen hebben in Wijnald. Van de Beek? Van de Beek op overschot nog altijd bij United. En was dichtbij een transfer naar... Spanje ergens. Ja, en dat is dan niet doorgegaan. Dat is iets dat ik realistisch acht, gewoon alleen door Overmars. En als we zijn loon maar 10% moeten betalen. Maar United zal ook wel op zoek zijn naar een oplossing daarvoor. Ja, en weet je, zo andere jaren zou je kunnen zeggen, wat zouden die mannen 1 in België en 2 bij Antwerpen komen spelen? Maar nu heb je wel... Ja, Champions League, hè? Champions League, voilà. Je hebt Champions League en je hebt ook wel een kleedkamer en een bestuur dat compleet... verwoven is met elkaar en ook gewoon heel goed kan samenwerken. En ik denk dat mensen dat ook wel zien, want wat er gepresteerd is op zo'n korte tijd, dat is frappant, hè. En dat kan eigenlijk alleen maar als al die neuzen in dezelfde richting staan. Maar daarom vind ik het net zo vreemd dat je niks hoort. Zelfs op Twitter heb je zo niks van die zotte... Andere jaren was dat altijd. Ik weet... Donny van de Beek geen zot gerucht? Jawel, maar het leeft zoveel minder. Andere jaren was dat altijd... Was Fellaini gezien, want die kwam al een Mercedes kiezen in Fellaini. Fellaini verlaat China, inderdaad. Misschien komt hij toch nog. Op het scheiden van de Metgelag, dat wij zeggen. Maar dan... Over het water, zeker. Ja. Nee, Mechelen. Mechelen, zeg. Op het scheiden van de Met. Ah, okay.
Maar Fellaini dan gaat er vermeren of Keita mogelijk slachtoffer. Ik zoek vooral ene, voilà, en ik zie hem graag, maar dat je mogelijk Ekkelenkamp wat vuur aan de schenen gaat leggen. Ik vind Ekkelenkamp een hele goede speler, maar hij mist net dat tikkeltje inventiviteit, creativiteit, om echt zo die ploeg op sleeptouw te nemen en zeggen van kom, ik ben hier de draaischijf tussen middenveld en aanval, tussen verdediging en aanval, zo. Mm-hmm. Geef maar een mij, ik zal het spel doen draaien. Ik vind dat een hele goede shotter, ik vind dat een heel naar de werker, maar net niet genoeg om die ploeg op die positie te doen. En waarom denkt u dan, als we daar dan iemand anders tegenover zetten en hij moet... dat hij dan wel uit zijn schulp gaat komen? Nee, niet per se dat hij uit zijn schulp gaat komen, maar ik mis daar gewoon nog iemand op die positie. Ik weet dat ik daar... voor heel veel mensen missen ook een 10. Heel veel andere mensen vinden van niet, omdat we vorig jaar, en dat is dan het argument, vorig jaar hebben we eigenlijk ook zonder 10 gespeeld, omdat daar dan een Stenks liep. En dat was niet echt een 10, want die voetbalde gewoon voordat hem de waar bal zag. Maar dat marcheerde. Ja, het is dat. Maar ik mis toch nog wel... Ik denk gisteren die... De ploeg waar we mee geëindigd zijn. Chance d'Abuté en Janssen er nog... Janssen is ook gewisseld, hè, tegen het einde denk, van de maand. De gemiddelde leeftijd op het einde was 16,3 of zo, denk ja, ik. Ja, we waren wel de puberploeg. Ola. Dus ik mis nog wel zoiets wat je zegt van... Wat ervaring, wat we hebben patroon. Eigenlijk ook een alderwereld nodig op ons middenveld. Dat. En Vermeeren kan dat, hè, maar Vermeeren is gewoon... Dat is een piepkuiken van 18. Een piepkuiken met geweldig veel talent en geweldig veel... Hij is al 19, hè? Vermeeren, Vermeeren 18. Is 18. Ja. In februari 18. Ja, Koulibaly is 19, Keita is 21 en er is nog iemand 20. Maar dan, Van den Bos is 20. En dus die George, die nieuwe, is ook nog een hele jongen. Die is 17 geworden. 17. Ah, 17 die is 17 geworden deze zomer ergens. Dat moet hem beginnen opbrengen, hè? Want, Time is money, hè, George. Nog 3 jaar en je mocht op de bank gaan zitten. Nee, maar ja, ik hoop stiekem zo binnen... Hè, was het 2-3 jaar geleden dat er ineens in het middenveld zo... in middernacht liever. En het moet hij niet zijn, maar Jordan Lukaku ineens op de parking van een Bosuil reed. En achteraf gezien denk ik, wat heeft die Charo bijgebracht? Buiten wel lachen met de moppen van Frank Verkouteren. Maar... ja, dat soort spelen waar ik wel zo denk van, oh yes, kom, smet er nog een. Daar heb ik heel veel zin in, maar ik verwacht het niet. Maar we hebben dat zo al een paar keer gehad, hè? Zo'n naam waar ik van dacht, ja... En de enige die eigenlijk goed is uitgedraaid, is Alderwereld. Dat hebben we er wel. Ja. Zo al een paar. Ja. Raja, ja. De Voer heeft pech gehad. Bon, we gaan eens even voortgaan, want we hebben ook nog vragen van de luisteraars te beantwoorden. Veel. Om op veel vragen van de luisteraars. Bob, Balikwisha speelt er inderdaad al 2 jaar, dus dit is zijn 3e jaar. Jij het gelaak. Wat ik kan onthouden ook, of wat er alleszins opvallend is, en de met is nog niet gescheerd, Patrice, maar zoals het vandaag voorstaat, hebben wij gewoon dikke winst gemaakt deze transferperiode. Dat moet ook een... Marke netto, hè? Marke netto winst. 11 miljoen, dacht ik, hè? Denne die Wouters die valt uit zijn fauteuil, denk je, als je het ziet. 11 miljoen winst volgens Transfermarkt. Ja. Ik ga me niet zo bezig met al die... ik fixeer me zo niet op die cijfers, maar het is toch... Maar het is toch wel goed, hè? Om eens een keer niet af te sluiten met verlies. Ja, en ineens ook een fikse winst. En dan nog eens die Champions League-ding erbij. Dus. Birger Verstraeten op de radar van Standaar, volgens de Gazet van Antwerpen. Ah, Verstraeten graag toch nog van het straat. Hopla. En Vrij is ook nog vrij. Pardon. Jongens. Bon. Zo eens even naar de vragen van de mensen gaan zien. Hoe komt het, dat Vines na amper 2 wedstrijden weer al gekwetst is? Bob, we zien hem voor jou. Slechte opwarming, vraagt hij. Het lichaam kan natuurlijk wat traag op gang komen, misschien, na een langere inactiviteit. Ja, dat is waar. Ja. Die, natuurlijk, die heeft lang niet op niveau geweest. Die heeft lang gewoon ingeblesseerd geweest en dan moet dat brengen. Maar langs de andere kant, denk ik, je kunt toch elke dag... hoog intensief trainen en je kunt toch bijtrainen en je kunt je eigen toch laten... Ja, dat kan. Dat kan. Maar ik blijf het altijd gek vinden van die jonge gast, een topsporter, die alleen maar moet bezig zijn met trainen, rusten, slapen, eten, trainen, rusten, slapen, eten, trainen, rusten. En dat toch gebeurt. Gamen.
gamen. S'avonds een pintje gaan drinken met de vriendin, zo een weekendje naar Parijs, want we hebben 2 dagen vrij, dat soort dingen. Ja. Dan gebeuren ze niet. Ik wil de Sam van niks, Sammy USA van niks beschuldigen, maar dat zijn wel voetballers natuurlijk. Een coureur heeft dat niet voor. Sam lijkt mij een voorbeeldprof, maar dat is maar puur mijn een uiterlijke indruk. Misschien is het ook gewoon pech, hè. Ja. Ronald van der Linden, doen wij met deze kern mee voor de titel, Patrice? Kort antwoord. Hè. Dus een kern zoals het vandaag is. Misschien. Of moet het ja of nee zijn? Het moet interessant zijn. Dat is de voorwaarde. Ik denk het niet, maar ik vind het nog wat kort dag om dat nu al te zeggen. Ik vind het wel moeilijk. Dat snap ik. Er zijn spelers waar je van weet, die presteren altijd. We hebben nu ook meegemaakt, Alderweireld valt uit. En, dus ik weet het niet. Met deze kern misschien niet. Nou, Marwan Fellaini heeft zojuist een contract ontbonden in China, zegt Stijn van den Einde. Gaat het toch nog op de Bosel spelen? Bob ziet het gebeuren. Nee. Die is al wel 36, denk ik, ondertussen. Of 37. Tjoe. Lewandowski is 42, Pepe is 40, Ronaldo is 39. Dat kan allemaal, maar nee, denk het niet. Alright. Pieter Maus op Twitter vraagt, wacht Van Bommel niet wat lang met te wisselen? George en Valencia komen erop in minuut 91. Is dat te laat? Patrice, moet dat sneller gebeuren? Nee. Op dat moment niet, nee. Oké, duidelijk. Is Ondrejka ook geblesseerd of zo? Die krijgt plots geen kans meer. Pieter Muis, ik denk dat je daar misschien wat spijkers op laagwater zoekt. Dat Moeja de voorkeur krijgt. Oké, daar kunnen we over debatteren. Maar in dit geval nu met deze match. Ja, hij moest al 2 wissels doen in de eerste helft. En dan doen er nog 3. Het maximale aantal nog. Ik denk als hem 6 wissels had gehad in plaats van 5, had hem Moeja ook vervangen door Ondrejka. Maar dat is nu... dat kon nu eenmaal niet, hè. Lijst met het transfernieuws. Ja, daar wachten we allemaal op, hè. Wie zitten wij op de linksachter in ons volgende match? We hebben nog 1 rechtsbak over. Dat is een vraag van 1880. En hij zelf stemt voor de Jaanse. Kunt u overal zetten, de Jaanse? Voilà. Ik stem mee. Stelden wij nu ook een voorbeschouwing moeten doen op Westerlo, ik pak dat daar over een paar dagen is, en wij stellen onze ploeg op, Bob en Patrice, hoe zou onze achterlijn eruit zien? Van den Bos en Koulibaly. Ja, als Alderweireld fit is, hij er nog bij? Ja, is niet Alderweireld fit. Kan niet fit zijn. Dus vandaag, je moet vandaag de ploeg opstellen. Ja, maar dat is dus dingen, je weet, Bataille, Van den Bos, Koulibaly, en dan is het gedaan, want je hebt niemand meer. Je moet van, als er vanavond geen linksbij komt, dan ben ik kwaad op Overmars. Die mensen zijn hart kan dan niet aan. Letterlijk. Nee. Niemand mag kwaad zijn op hem. En die, for all we know, is hij nu heel zijn telefoonboek aan het bellen en aan het faxen zal hem niet meer doen, maar de ene fax naar de andere aan het sturen zijn. Maar als ze niet willen komen, kan er natuurlijk ook niks aan doen, maar kunnen we Lapoussin nog gaan halen? Dat is wel echt een linksback, maar... Van mij mag het direct, dan. Waanzinnige shot, hè. Maar die gaat... Je kunt dan zeggen, ja, maar wij spelen tegen Barcelona. Dan zegt hij, ja, maar wij spelen tegen Liverpool. Ik zeg, ja. Shit. Ja. Nee, er is geen goed antwoord. Er zijn er nog een parel bij onze... Misschien bij de jeugd. Zit. Zo, voilà. Er zouden in de ware Ajax-filosofie toch eerst moeten gaan kijken, voordat je... En zo, extern gaan loeren, hè. Qua bijtergehalte kan een Moeja wel zijn eigen pitbullgewijs vastbijten in een tegenstander. Maar gaat hij dan... die van achter zetten? Die zou voilà. Van achter zetten, ze? Nee, maar dat is nou het volgende wat je denkt. Of je zet een centrale middenvelder daar, of je trekt een flank naar achter. Maar ik zie niemand van onze flanken echt verdedigend goed genoeg. Balikwisha. Die is goed aan het verdedigen, ja, maar die wil ik vooraan maar zien. Ja, maar net, hè. Het is niet dat hij daarvoor gekend staat. En als hij... Kerk en Moeja vind ik allemaal uitstekende, verdedigende aanvallers. Ja, voilà. Ja. Zijn aanvallers. Maar geen verdedigers. Ja. Om zo eens mee te spurten en uw voet er tegen te zetten van achter en daar wat te komen storen, is natuurlijk nog iets anders dan 90 minuten lang uw man te volgen. En, ja. Ik denk dat een van de luisteraars, Ronald was zijn naam, heeft gelijk. Gewoon, enige optie is Janssens. Ja,
Voilà, we zetten Jansen er gewoon. En dan de George in de punt. Voilà. Voilà, er nog veel vragen op Twitter die over dezelfde dingen gaan, namelijk over het aantrekken van extra verdedigers en of dat we genoeg gewapend zijn. Mijn persoonlijke gevoel is momenteel verdedigend en te weinig in huis. Pardon. En van mij mag er dat zeker ook nog een aanvaller bij, want als Jansen morgen uitvalt, dan moeten we volledig rusten weer op Kerk. Wie ik absoluut niet wil afbranden, want hij heeft ongelooflijk veel diensten voor ons al gehad. Hij is nog niet klaar voor 90 minuten. En dan een 16-jarige. Eigenlijk moet Frey gewoon terug bij de kern gehaald worden, maar ik weet dat dat zo simpel niet is. Maar gewoon als supporter spreken, denk ik, als hem lief sorry zegt voor zijn onnozel gedrag, voor mij is het ook goed. Maar waar zetten die dan? Zet die dan in de pickorde op nummer 2? Op de bank, inderdaad. Ja. Voor als Jansen zijn pijntje heeft. Nee, tuurlijk. Maar is de pickorde dan Jansen, Ilenikena, Frey? Of zet hij op gelijke hoogte? Maar dan moet Jansen niet elke match starten, hè? Dan kun je tegen... Dan kun je mee sparen, voor als het belangrijk is. Dan kun je gewoon een andere beest zetten. Dat is toch fantastisch? Ja. En nu... Ja, je hebt alleen maar de George als echte negen dan op de bank. Dat is toch ook... Je speelt Europese mannetjes. Ja, ja. Dat is 12 man op de bank of zo. En niet, tegen Lask, niet tegen Lask Linz en Ludo Goritz, maar tegen Barcelona. Porto en Barcelona. Ja. Bon. Dan heb ik zo'n de Instagram. Ja, de locals penalties natuurlijk. Pom. We moeten een minister van Defensie aanstellen volgens N. Blondeel. Ja, daar komt het zo wat op neer. Wie is onze beste flankspeler? Ah, dat is een leuke. Als jullie nu gewoon op de man en vrouw af moeten antwoorden. Uw favoriete flankspeler van dit moment? Dat is snel. Bob? Niet Balikwisha. Balikwisha van Dreyken. Hoewel, Kerk... Kerk is wel een supersub, hè. En die zijn stad. Kerk zijn staat top, er wel, hè. Die komt in en die scoort, hè. Je kunt er veel van zeggen van, ja, het komt er niet uit. Maar op het moment dat het moet er staan, staat hem er. Maar Andrejka vind ik qua voetballer, qua vista en drive. En Balikwisha is voor mij te vaak nog uit stand. En dan ga ik hem zijn man wel voorbij, maar hij vertraagt te veel het spel. En Andrejka vind ik meer naar voren. Zo drive. En dus. Maar Balikwisha kun je op het moment gewoon niet naast. Hij is belangrijk voor de ploeg. Ja. En hij is aan het groeien, dus ja. Ik ben benieuwd naar... Ben hem een beetje aan het keren, merkt het? Goed, hè. Ik wordt naar een Balikwizard. Ik ben benieuwd naar die elektrische Nissan, de e-juke. Ja, de e-juke, dat is waar. Hij zat nu in de tribune. Nee, hij was aan het opwarmen. Ah, ik zag een dude met een gelijkaardig funky kapsel naast Alderweireld zetten. Zitten? Nee, volgens mij was hij aan het opwarmen, dacht ik. Hij is grandioos vergist. Kan ook van Nissen. Maar... dan heeft Alderweireld gewoon... Nee, misschien net gelijk. Kapsel, dat kan. Nee, misschien net gelijk, weet ik. Ik dacht dat ik hem had gezien, maar... Misschien heb ik hem enkel bij de warming-up voor de match gezien. En... Ja, dat kan. De kalender is er, mannetjes. Mm-hmm. Dus schrijf hem in. Hè. Het zijn ineens veel matchen, Patrice. Dus je kunt heel je gezinsplanning en zo regelen. Tot begin januari. Iets wat je niet gaat zien aankomen, Patrice en Bob. Volgende week wordt er ook al geloot voor de beker. De Crocky Cup. Ja, maar ja. Maandag 11 september is kortste weg naar de 16e Europa. Finales. Ja, de kortste weg naar Europa. Behalve als je de Champions League gewoon wint, natuurlijk. Dat is de kortste weg naar Europa. Dat is het allerkortste. Dat is in Europa naar Europa. Dus de loting vindt volgende week plaats voor de 16e finales. Dat is de ronde waarin dat wij erin gezet worden, normaal. Wie willen wij loten, Bob? Liever, maar dat is nog niet zeker. Ik wou zeggen, liever geen een eerste klasser, maar de eerste ronde worden wij... Nee, dat is allemaal beschermde loting, al die zeven. Wat is een toffe? Luik om dingen nog eens te zien. Club Luik bedoel. Club Luik, onze keeper. De Batty. Die wil ik nog eens zien. Of Liersen of zo. Zoiets. Ja, dat ik was Liersen aan het denken. Zoiets. Gewoon voor mijn vader te jennen. Dat is een Liersen fan. Oké. Capelle away. Kunnen zoiets. We de Jorik nog eens zien, Thomas? Ja, voilà. Dat is waar. Dat wordt plezant.
Ja, dat wordt sowieso wel voor mij een aangenaam weerzien met een aantal mensen. Dus voor mij mag dat. Er is zo'n grote haat, wil ik het niet misschien niet noemen, is misschien te ver. Jegens de Lierse mensen en van Lierse naar Antwerp ontstaan in al die jaren tweede klasse voor ons. Maar ik heb dat nooit echt heel hard gedeeld. Of zo. Ik ook niet, want ik ben geboren in Lier, dus ik kan dat niet. Kijk eens aan. Kijk eens aan. Nee, ik heb altijd gemerkt dat er veel meer... Allee, in mijn eigen contacten met Lier-supporters is dat veel meer onderlinge sympathie dan antipathie. Maar zo doorheen de jaren dan zo van patje gegaan. Ja, mensen... maar dat is omdat ze ons ook een paar keer goed genaaid hebben. Hè. Die van Lierse met Benson en zo, dan kan ik het wel begrijpen dat je zo wat frevel... Momenten waren ze ook gewoon beter dan ons. Wij ja, kunnen dat niet zo goed aan. Ja, en waarschijnlijk omdat dat Lierse niet meer is, hè. Dat is niet meer het Lierse van Erik Gerrits in 1997. Maar dat was nog Lierse met Bobke Peters en van Kerkhoven. En nu is dat zijn zeven ploegen in één ploeg geduwd. Is dat niet, heet dat ook niet Kempenzone of zoiets? Lierse Kempenzone is dat nu. Ja. Dat is Oosterzone van vroeger. Ja. En wat is Lierse dan? Of is dat is een andere ploeg. Oh. En die haat is nog groter. Zie, ja, dat schijnt wat dat ook aan. Nee, maar. Bedoel maar. Dat is een heel gefaald verhaal. Moet ik het zeggen? Alles wat er fout kan gaan, als er een ploeg failliet gaat, is daar fout gegaan. Er zijn gewoon twee initiatieven ontstaan, waardoor het daar nooit meer goed kan komen, tenzij dat ze terug toenadering. Dat is een beetje gelijk Antwerpen elkaar, maar... en Beerschot. Dat is een beetje... Ja, 120 jaar geleden, dat is waar. Maar niemand gaat die mensen nog serieus nemen. Want de realiteit is wel pijnlijk daar. Maar bon, ze doen hun ding daar. Zeg, laatste vraag, want wij nemen natuurlijk deze aflevering op en dan is het even stilte. Tenminste, voor de Actua gebonden podcast. We hebben nog wel wat specials op het programma staan. Hopen wij te realiseren. Maar dus, in die periode van Interland voetbal, dus ligt ook de avant-première van Le Double, de Dubbel, Patrice. Ga jij gaan zien? Dat is in de week, hè, dacht ik. Dat is de dinsdag. Ja. Niet morgen, maar volgende week. Ah, nee, ik kan niet gaan zien, want... Tim zit in het buitenland en er moet iemand bij de kinderen zijn, dus ja. Pak die mee. Het is nog niet Barcelona, hè? Nog niet die dingen. Ah, nee, hij zit in Dublin. Ah, oké, okay. Okay. Werkgerelateerd. En, dus Bob, hij is er niet, dus... En mijn kinderen meepakken, denk ik. Not een dubbel. Mama, is dat bijna gedaan? Ja, ik heb heel veel zin om te gaan, maar echt heel ik kan veel wel zin. Kijken. Je kunt hem ook zien. Ja, op Dazn. Ja, ik ga het zo doen. Ja. Oké, doen. Ik denk dat we echt dingen te zien gaan krijgen. Ah, ik heb met Quinten gebeld, de video... cameraman, videoman, videograaf, reporter van Antwerp. En die zijn echt vanuit het videoteam naar Van Bommel gestapt toen ze... denk ik, de bekerfinaal gingen spelen. Van, mogen we nu eens gewoon... En we zien wel wat we ermee doen, maar mogen gewoon eens echt full access. En dan kunnen jullie achteraf nog zeggen van, dat wel, dat niet. En dus die wonnen dan de beker. En dan begon die heel goed aan de playoffs. En dan begon er zo ineens, maar misschien zit hier meer in. En zijn ze dat blijven filmen. En die hebben echt alles mogen filmen. Ik denk echt zo... Uit de touw naar Brugge, dat wil ik zien. Hoe is die kleedkamer? Union, na de tegenslag van, hoe is dat? Ik wil dat zien. Dat zijn dingen die je nooit ziet. Dat je anders nooit ziet. En dat is een keer het menselijk aspect in plaats van de interviewpraatjes. De echte rauwe emoties daar. Ja, dat. Als je al zag hoe dat de tribune reageerde, dan is het wel interessant om te weten van, ja, want voor die gasten, dat is... Even, oké, dit is niet... Maar die moeten de weeg ernaar weer staan, hè. Dat is interessant om te zien hoe dat ze daar allemaal emotioneel en mentaal mee omgaan. Fenomenaal wordt dat. Ben ik nu wel... Ah, ik heb er zoveel zin in. Alright. En niks in scène gezet ook niet, Bob. Trek dicht, hè. Ja, misschien wel. Dat weet je niet. Jij, We zijn benieuwd. Ik weet het ook niet. Ga jij kijken, Thomas? Ja. Ik weet niet welke zaal, want mijn broer heeft geboekt, maar... Ik denk om half acht. Wuifdes. Zaal 8, kwart na 7. Kom die goede dag zeggen. Oké. Okay. Ja, misschien moeten we met de vierkante palers wel voor of na nog even spreken. Over, een cola of... Een Burger King.
Een Burger King. Wie weet, kom de Eden tegen. Kunnen we zelfs zeggen. Voilà. Ja, en dat is een vrije speler, dus ik kan nog aansluiten. Goed, we gaan hier afsluiten. Merci, Patrice en Bob. En luisteraar en kijker, tot binnenkort. Wij komen nog normaal met een speciaal interview met een zeer recente ex-speler en nog steeds actief profvoetballer. Dus. En we hebben nog wat leuke plannetjes. Dus hou jullie podcastspeler en YouTube in de gaten. Like ons en deel alle dingen die je van ons ziet passeren. Dat doet ons veel plezier aan het hartje. Het is goed voor onze scores en zo. Dan kunnen wij nog een mooie toekomst tegemoet. Patrice, Bob, zeg eens dag tegen de mensen. Tot de volgende keer. Dag tegen de mensen. Dankjewel. Ciao, ciao.